Deze lange straat heet nu nog de Plint. Als de nieuwbouw straks officieel opengaat, wordt hij de Zimmerman Zorgstraat. Er komen hier 10 winkels waar patiënten en medewerkers iets aan kunnen hebben. In het najaar opent hier bijvoorbeeld een opticien. En ga je op reis, dan kun je bij de Travel Clinic vaccinaties halen. Verder is er ook een zorgwinkel voor patiënten die hulpmiddelen nodig hebben, zoals krukken. En er komt ook een sportclub voor mensen die aan hun conditie willen werken of gewoon spieren willen kweken. De kapperzaak verhuist in mei ook naar de Zorgstraat. En voor fans van de Starbucks is er goed nieuws, ook zij krijgen daar een plekje. En regent het weer eens? In deze straat hebben we de paraplu niet nodig.